Johan, nog een vlog? Jawel toch! Is zij zet, super, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. Hier zijn we, nieuwe vlog vandaag. Zie daar, Schmiggy in de back, looking very cute. Ze is nogal redelijk schoon opgemaakt. Ik zie er ook redelijk fresh uit, aangezien jullie... Ik heb nog andere schoenen, hè? Geen we nog wel nog andere schoenen, we gaan niet in die sloffen, want... Dat kan wel. Ziet er wel goed uit, hè? Uit, we zijn blijkbaar genomineerd voor de Cassiop Award, dus dat houdt in beste Vlaamse streamer. Dus we gaan nu vertrekken naar Oostende binnen 5 minuten. We gaan daar alles meemaken en zien. Jullie hebben mij genomineerd, ik weet niet of ik het ga winnen, al dan niet. Zou nice zijn. Maar we gaan naar daar en ik dacht, ik pak de vlogcamera mee, ik pak jullie mee en we laten jullie zien hoe alles daar gebeurt. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van de dag. Uit, tripcheck. Dus we hebben de Nike's aan, we hebben de Zara broek zonder scheurtjes, dat is wat jij wou. Ja. Je hebt de exclusieve Laafiet merch t-shirt, dat is voor even promo te maken, je weet toch. En dan hebben we nog een flesje die het vond jij zo mooi. Hè? Ja. En dan een simpele watch, niet te duur, en dan nog... Niet te duur. Die was, wat is die? Michael Kors, wat, 150 euro of zo? Ça va. Dus laat in de comments weten hoeveel je mijn drip zou raten. Be nice, please. Jij ziet er anders ook wel heel goed uit, hè? Zeg jij ook gekozen? Nee. Emotional, damn it! Maar ik support wel iemand. Volgend jaar Kleenex. For the win. Nee, niet genieten, hè? We zitten daar om 7 uur, dus goed op tijd. Maar 2 uur rijden. 2 uur naar Oostende. Beter dat we dat winnen, hè? Alleen nee. We zullen wel zien. We gaan sowieso leuk hebben. Ik ga alles vloggen. En ik ga helpen. Ik ga goed helpen. Jij gaat alles mogen vloggen. Ja, weet dat ook. Weet ik. A few moments later. Dit is shot 2, want Link kan niet vloggen. Link kan gewoon niet vloggen. Als ik aan babbelen ben, zit hij nog altijd met de camera op haar face. Right, mis. Frappuccino, we hebben een frappuccino van de Starbucks en eten. Slekje? We gaan een frappuccino gaan halen. We moeten nog 44 minuten. Nice! Het is 6:30, we zijn aangekomen, 2 uur gereden, redelijk wat file gehad. Maar dan is hij zich nog aan bijschminken en ik ben klaar. Nu een half uur wachten en dan gaat hij hier open gaan. Maar het ziet er wel fancy uit. Dus ja. Nice. Wie arrived. Wat? Waarom zit jij zo goed? Precies, jij die genomineerd zijn. Chique dinges. Die van ons ziet er toch goed uit, boys? Ja of nee? Hey, hallo. Zijn iemand tegengekomen? Ik ben Abulik. Ik lijk op Niels, de stadsvader. Ja, serieus. En ik wou dat mensen mij daar meer over aanspraken, alsjeblieft. Als ja, dat kan. Als dat kan. Ik ga... Maar dat is zeker. Zeker doen, zeker doen. Zijn er zenuwachtig? Liever dat ga je een foto. Ja. Dus we gaan een foto nemen. Nice. Ik zeg te veel nice. Ik nice. Dat... Waarom zeg je bang voor een foto? Is dat very good, very nice? Very good, very nice. Very good, very nice. Hallo, Nicki Minaj. Be fucking real, man. Come on. De volgende is de Cassiop Award voor Game Streaming. Yes.
En met deze woord staan we ook even stil bij Cassiop, bij Casper, die 2 jaar geleden overleden is. Die ook met zijn video's echt een trendsetter was op vlak van gaming en online videocontent. En volgens mij zijn er heel veel mensen nu aan het kijken, vroeger geïnspireerd geweest door Cassiop, door Casper en zijn door hem begonnen met het maken van video's. Dus ik wil even een applaus voor Cassiop. Shout-out naar iedereen die op mij gestemd heeft. Fucking love jullie boys and girls. Dikke merci. Ik kwam gewoon even voor de ervaring. Moest die per se winnen. Ik vond het leuk hier. Het was gezellig. Het is nu afterparty, dus we gaan nog lachen hier een beetje met Abolik, Espen. De Clone Trooper is zelf hier. Dikke spekken, iedereen is hier. Dus een beetje lachen, een beetje socializen. En ja, ik ga misschien nog wel stukjes daarvan laten zien in de vlog. Thanks anyways. We zijn buiten. It's dawn. We zijn 2e geworden. Een lucky. Net niet eerste. Allee, ja, 2e is net niet eerste sowieso. Het was wel een leuke ervaring. We hebben ons zo geamuseerd in de afterparty. Mevrouwtje heeft het kou, dus ik ga op de auto open doen. Ja, dat komt ervan als je chic wilt zijn. Dan maar koud. Allee, we zijn nog altijd in Oostende. Dus het is 2 uur rijden richting Leuven. Anyways, boys, dikke merci om te kijken. Drop een like als je nieuw bent. Allee, niet als je nieuw bent. Drop een like, subscribe en laat een comment down below. Thanks om te kijken. Ik apprecieer jullie enorm. Fucking love jullie. Bye bye.